Goedendag mensen, vandaag is weer tijd voor een nieuwe trainingsdag. Ik heb gisteren met jullie doorgenomen wat ik heb gedaan, hardlopen en een helling training. Eigenlijk best wel rustige training, vooral voor zone 2. Vandaag is eigenlijk weer ongeveer eenzelfde dag, alleen ligt het vandaag iets meer op het krachtgedeelte. Ik ga vandaag een hardlooptraining en een krachttraining doen, want krachttraining vind ik ook heel erg belangrijk om mezelf voldoende sterk te houden, voldoende spiermassa te behouden en daardoor ook bijvoorbeeld blessures tegen te gaan, maar algemene belastbaarheid te verhogen. En dat is zeker voor het rennen van een ultramarathon ook heel erg belangrijk. Tot nu toe heb ik deze week 63 kilometer hard gelopen in eigenlijk verschillende trainingen, elke dag wel een stuk hard gelopen. En aankomende dagen ga ik eigenlijk ook elke dag hardlopen met op de zondag de belangrijkste dag een 36 kilometer. Deze week wil ik ongeveer 120, 125 kilometer gaan voltooien. Nou, als ik nu 63 kilometer heb gerend en zondag wil ik 36 kilometer gaan rennen, dan heb ik dus met die trainer erbij 99 kilometer. Nou, als ik dan naar die 120, 125 kilometer toe wil, dus laten we even zeggen 122 kilometer, dan moet daar dus nog 23 kilometer bij. Nou, in principe heb ik daar dus nog, vandaag de vrijdag en morgen de zaterdag voor. Dus voor die 23 kilometer, die ga ik over die twee dagen verdelen. Dus ik denk dat ik vandaag een 11 of 12 kilometer ga doen en morgen dus ook. En zo kom ik dus in een totaal op 122 kilometer in de week. Maar hoe kom ik eigenlijk op deze hoeveelheden per week? Nou, over het algemeen kijk ik een beetje naar wat mijn doel is, hoe lang mijn voorbereiding is. Ik denk dat ik met de ultramarathon op 13, 14 december ongeveer ergens tussen de 160 en 200 kilometer wil gaan volbrengen. Nou, daarin wil ik dus in de voorbereiding ook zo rond de 160 à 200 kilometer op de piek hebben in één week had gelopen. Dus dat betekent dat ik vorige week 111 kilometer had gelopen en in de aankomende 12 weken wil ik het liefst richting die 200 kilometer heen per week. Dus daar heb ik dus in 12 weken de tijd voor om naar die piekbelasting te gaan. Dan heb ik een paar rustigere weken en dan is de wedstrijd. En dan heb ik dus 2-3 weken redelijk veel rust gehad. En ben ik dus vol energie om te knallen tijdens de wedstrijd. Dus dat is eigenlijk hoe ik hem op wil bouwen. Zo richting die 180 à 200 kilometer in de week. Nou, afgelopen week 111 kilometer. Deze week 122 kilometer. Nou, hoe kom ik dan bij die 122 kilometer? Dus wat is eigenlijk mijn strategie om de kilometers op te bouwen? Dat is eigenlijk vrij simpel. Dat is eigenlijk 10% per week. Dus vorige week deed ik 111 kilometer. Nou, deze week 122 kilometer. Want dat is heel simpel. 111 plus 11 is 122. Dit doe ik eigenlijk ook op het gebied van de lange afstandsdag. Dus vorige week zondag, dus afgelopen zondag, deed ik een 33 kilometer lange afstand. Aankomende zondag doe ik een 36 kilometer lange afstand. Dit kan in één training, maar soms kies ik er ook voor om de belasting iets lager te houden en dan verdeel ik het over twee trainingen. Dat heeft allebei zijn voordelen. Het ligt een beetje aan hoe ik me voel, hoe ik hersteld ben en wat ik kan handelen. Dus waar kan ik van herstellen? Want we willen natuurlijk niet overtrainen. Want zo is het eigenlijk altijd een klein beetje een spel, het belasten en daar het herstellen ervan. En eigenlijk dat je zo uiteindelijk beter wilt worden. En dat is hoe training werkt. Je breekt met de training af. Nou, heb je als het ware supercompensatie, kom je beter terug naar herstel en zo bouw je hem op. Afgelopen nacht niet super goed geslapen. Op zich wel redelijk goed geslapen, wel diep geslapen. Beetje kort, moest er al om 5:30 uit. Daardoor wat korter geslapen dan ik eigenlijk had gewild. Zo net wel even een powernap gedaan. Doe ik eigenlijk niet zo vaak. Maar nu wel echt 1,5 uur ook kunnen slapen. Daardoor voel ik me nu een stuk beter. En kom ik toch zo ongeveer aan die 8 uur per nacht. Waar ik wel op probeer te mikken. Die 8 uur per nacht. Ook al lukt dat niet altijd door het werk. Dus voor nu best wel goed uitgerust. En daardoor ga ik nu ook de eerste training doen. Een hardlooptraining. Oké, 10 kilometer rustige duurloop. Erg ontspannen loop. Want straks dus nog een krachttraining voor de benen. We nog wel een klein beetje energie over hebben voor die training. Maar in principe gewoon rustig zone 2. Niet te lang, niet te intensief. 9 kilometer gehad. Ik loop nu ongeveer op 12 kilometer per uur. Lekker ontspannen. De hartslag blijft ook mooi laag. Heel tussen rond de 135, wat lager is eigenlijk dan anders. Ik ben de afgelopen weken natuurlijk op mijn kilometers steeds iets meer aan het verhogen. En ik merk dat het lichaam daardoor ook steeds makkelijker omgaat. Met dit tempo en het aantal kilometers. 10 kilometer training voltooid, 5,04 gemiddelde kilometer met een gemiddelde hartslag van 135, lekker laag. Nu even rustig naar huis aan het wandelen, zo dadelijk een herstelmaaltijd. En die ga ik best wel kort ook op mijn hardlooptraining eten. Ik ga zo dadelijk een maaltijd eten met wat yoghurt, wat met whey protein en wat krusli erom, ook wat vezels. Dus een redelijk totale maaltijd met koolhydraten en eiwitten, maar wel snel opneembaar.
Hè, en dan om dat ook gelijk weer te gebruiken tijdens de krachttraining, zonder dat ik daar vervolgens ook last van heb. Dat is heel belangrijk dat het niet omhoog komt of dat ik misselijk word. Dus dat is op deze manier een goede training voor mijn lichaam om hè, en inspanning en voedselverteren te combineren. Er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom ik krachttraining doe. Ten eerste is het gewoon belangrijk voor mijn gezondheid om mijn spierkracht te behouden, mijn spiermassa zoveel mogelijk te behouden naast het hardlopen. En om deze reden train ik vooral op spierkracht en een klein beetje op spiermassa en spieruithoudingsvermogen. Ik begin eigenlijk altijd met zware compound oefeningen op lage herhalingen. Want ik merk dat dit mij gewoon heel erg veel helpt, ook tijdens mijn hardlooptrainingen wel, omdat ik daardoor een beter postuur kan aanhouden. Schouders naar achter, ik heb een sterke core door de krachttraining. Daarnaast ook, hè, krachttraining zorgt ervoor dat spieren aanspannen. Eigenlijk ook spieren die je misschien niet altijd in het dagelijks leven gebruikt. En wat we altijd na inspanning zien, is dat de spieren daarna beter kunnen ontspannen. Dus ik merk zeker na krachttraining, natuurlijk heb ik veel van mijn lichaam gevraagd, maar ik merk ook dat bepaalde spieren weer geactiveerd zijn, die misschien daarvoor een beetje zeer deden door een zware hardlooptraining, misschien ergens een verkeerde houding, en die daarna weer beter aanvoelen, waardoor ik weer een beter postuur kan aanhouden en waardoor ik me eigenlijk het gewoon beter voel, meer energiek voel. En daarnaast gebruik ik ook krachttraining om bijvoorbeeld, ik heb snel gauw last in mijn heup, daar die spieren die tijdens het hardlopen, krijg ik snel last van. Het komt denk ik door mijn hardlooptechniek, om misschien ook een stukje lichaamsbouw. Nou, wat ik eigenlijk daarvoor doe, is altijd 1 à 2 oefeningen voor de heupen en voor de liezen, om daar ook even aan te spannen en vervolgens daarna te kunnen laten ontspannen. Ik merk dat dat heel erg helpt. Zeker op het moment dat ik veel kilometers maak, dan gaan echt die heupspieren en die liesspieren toch echt wel vastzitten. Nou, ik merk dat die daarna beter kunnen ontspannen. Dat daarna, ja, het voelt soepeler. Met het hardlopen heb ik er minder last van. Ze zijn ook sterker daardoor. En daardoor, ja, voorkom ik ook uiteindelijk dat ik tegen blessures aanloop. Dus door sterke spieren te houden, goed, hè, met de deadlift, hè, op mijn postuur te letten. Dat ik dus, hè, een goede houding aan blijf houden. Dat me dat daardoor ook helpt bij het hardlopen. Maar ook voor het tegengaan tegen blessures. Zodat mijn spieren gewoon sterker zijn en meer kunnen hebben. En dat heeft op die manier heel erg veel voordelen voor mij. Ik ben me er ook zeker van bewust dat het ook ergens wat ten koste kan gaan van de hardloopprestatie. Zeker omdat ik ook wat zwaarder ben daardoor. Ik weeg zo rond de 80 kilo, wat natuurlijk best wel zwaar is als je echt gaat kijken naar echt die hardlopers. Die hele snelle jongens, ja, die zijn gewoon zo licht als een veertje. En daardoor zijn ze ook super, super snel. Ik ben geen super snelle hardloper. Wil ik ook niet per se zijn. Ik vind het vooral leuk om die hele lange afstanden voltooien en daar heel goed in te zijn. Ik begon de krachttraining voor de benen met deadlifts. Doe altijd een paar warming-up sets. Vervolgens deed ik 3x6 met 100 kilo. Ging eigenlijk wel goed, bouwen, altijd rustig op. Vervolgens ging ik door naar de leg press. Deed ik 3 setjes van 120 kilo. Ook 6 herhalingen. Dus ook weer vooral focus op kracht. En daarna ging ik door naar de reverse lunges. Dus vooral ook gefocust op de hamstrings. Doe ik 8 herhalingen van 3 setjes. En als laatste deed ik wat abductie en adductie. Voor die heupen. En ook daarnaast voor de liezen. Dus voor de buitenkant en voor de binnenkant van de benen. Dat was de krachttraining. Dikke 40 minuten. Over het algemeen vind ik die krachttraining altijd wel leuk om te doen. Even al die spieren even wat meer maximaal belasten. Het is nu altijd een lekker ontspannen gevoel. Ik heb altijd dat ik daardoor ook weer sneller herstel van de hardlooptrainingen. Dus ja, goede training. Voel me goed. Nu even lekker wat eten. Oké, dit was de trainingsdag. Krachttraining gecombineerd met het hardlopen. Dus eerst het hardlopen, omdat daar de prioriteit ligt. En vervolgens de krachttraining. Ik had eigenlijk voor beide trainingen voldoende energie. Dus met hardlooptraining niet te veel gas gegeven. Daardoor energie over, wat gegeten, een klein beetje bij kunnen vullen. En eigenlijk gewoon mijn ding kunnen doen op de krachttraining. Ook niet hele lange trainingen. Allebei van ongeveer 3 kwartier. Dus 1,5 uur bezig geweest. Dus net nog eventjes een redelijk grote maaltijd genomen. Het is nu ongeveer 7:30 in de avond toen ik de laatste maaltijd nam. Maar ik ga rond 10:30 slapen. Wil ik ook geen hele grote maaltijd meer tot me krijgen. Dus ik zorg gewoon dat ik mijn eiwitten binnenkrijg. Zo'n 30 à 40 gram met voldoende koolhydraten en een klein beetje vetten. Nu ook, ik heb net gegeten, ik heb eigenlijk niet echt een vol gevoel, wel gewoon een voldaan gevoel. Maar met ongeveer 1,5 uur dan is denk ik het meest wel verteerd. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn met het slapen gaan, om hè, waar het meeste herstel gebeurt, dat daar gewoon goed geslapen wordt en dat ik dus een redelijk leeg gevoel heb, dat mijn lichaam niet bezig is met het verteren van voedsel, met vezels, vetten, dat soort dingen, maar gewoon kan focussen op de slaap en het herstel. Dus op deze manier combineer ik het hardlopen met krachttraining voor de benen. Heb je hier nu iets van opgestoken en denk je van, hey, je gaat misschien ook wel iets van toepassen in mijn eigen trainingen, of heb ik je gemotiveerd om te gaan hardlopen of om krachttraining te gaan doen? Dus oftewel, heb je iets in deze video gehad? Abonneer dan zeker even op deze video.
Like de video dan ook zeker even. Heb je vragen aan mij? Stel ze gerust in de reacties. Ik lees ze eigenlijk allemaal. Bedankt voor het kijken. Minder denken, meer doen. Tot de volgende.